Ik wil beginnen met het maken van een compliment voor de organisatie en deelnemers aan de Vierdaagse. Wat een top evenement. Ondanks weerswaarschuwingen bleef de organisatie rustig en de deelnemers maakten er gewoon weer een feest van. Top! Afgelopen week lag er een briefje in de brievenbus waarin ik werd verzocht op het postkantoor 5 Meiland een boek op te halen. Vreemd, ik had nergens een boek besteld. Ik besloot om toch maar naar het postkantoor te gaan om te zien wat voor boek het was. Het bleek te gaan om een boek die was opgestuurd door mevrouw Van Rooyen uit Apeldoorn. Ik had het boek had als titel 75 jaar vliegende marine, never a dull moment. Er zat een briefje bij waar mevrouw Van Rooyen vertelde dat ze geboren en getogen was in Leiden, maar sedert 5 jaar in Apeldoorn woonde. Het boek had ze gekocht op een rommelmarkt omdat ze mij herkende op een foto. Wat een verrassing, op bladzijde 101 stond inderdaad een foto van een postkoets en naast de koetsier op de bok zat ik in uitgaanstenue van de Koninklijke Marine. Onder de foto staat 25 januari 1967 huurde een zeemilitiën een heuse postkoets om uit te roleren. Mijn dienstplicht zat erop en ik had bij de gebroeders de jonge postkoets gehuurd om mij de hele dag rond te laten rijden. Over het marinevliegkamp Valkenburg, waar ik een jaar gelegerd was geweest als sportinstructeur. Je moet als je afzwaaide op diverse plekken een stempel halen. Als je al die stempels had, was je uitgeschreven en zat je dienstplicht erop. Die stempels heb ik per postkoets verzameld. Het heeft voor heel veel commotie gezorgd en ik heb hemel aarde moeten bewegen om met de postkoets een vliegkamp op te mogen. Ik was gelegen op Valkenburg, maar sliep gewoon thuis. Ik was, zoals dat zo mooi heet, een walplater. Had ook een nadeel, ik woonde op de binnenverschacht waar ook nog een sportkaverne gevestigd was. Als ik naar het station liep voor de bus naar Valkenburg, bleef ik groeten voor al die militairen die ik onderweg waren naar de Moorspoort. In mijn tijd moest je alle militairen met een gouden streep groeten. Ik werd zo zat dat ik besloot om ermee op te houden. Prompt werd ik aangehouden door een adjudant die vroeg of er voor meerdere niet meer geroet werd. Ik keek de adjudant heel verbaasd aan en zei: Het is toch nog geen zonsopgang, dan hoef ik toch niet te groeten. Iets wat ik ter plekke verzon. Ik hoor hem nog zo zeggen: sorry, je hebt gelijk. De volgende dag stond de bewuste adjudant me op te wachten en om een rapport op te maken. Ik laat me niet in de maling nemen, beet hij me toe. Ik heb hem meewarig aangekeken en zei tegen hem: het is jammer dat ik tegen een adjudant geen ezel mag zeggen, maar tegen een ezel wel adjudant. Dag adjudant, toen ik 5 meter verder was, hoorde ik hem hyperventileren en ik weet niet of het hierin gebleven is, maar ik heb er nooit meer iets van gehoord.